die wordt tegenwoordig iedere dag op die weegschaal gezet en niet meer op het einde van het seizoen. Dat is een beetje vreemd. Maar dat heeft met jullie beroep jammer genoeg te maken. Wanneer je een grote club bent, en dat is PSV. PSV is een groot merk. PSV heeft de afgelopen decennia het gezicht van het Nederlands voetbal bepaald. Dan moet je ook niet zo druk maken om details. Dan moet je niet zo druk maken om kleine dingen of één irritante vraag van een journalist. Dat is allemaal niet de moeite waard. En je merkt, je krijgt daardoor meteen een beeld in de hand gewerkt van je bent een Calimero-club en dat is onnodig. Kijk, daar is de gedachte over die bij je zit. Ik denk dat PSV een club is die van nature gastvrijheid in haar DNA heeft zitten. Hè, dat past ook heel goed bij ons Brabanders. En als dat voor jou belangrijk is, DNA en gastvrijheid, dan heb je natuurlijk een hele kleine achterstand wanneer je te maken hebt met een CEO, een directeur, Tini Sanders, die, en daar is wat voor te zeggen overigens, besloten heeft van ik wil niet te veel op de voorgrond staan, want ik ben niet het voetbalgezicht van PSV, ik ben de directeur. Maar wanneer dat de keuze is van het opperhoofd en je hebt daarnaast wel twee voetbalboegbeelden, Dick Advocaat, en Marcel Brands, die eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, allebei een klein beetje uit de generatie komen van de pers is een soort van noodzakelijk kwaad en die hou je op afstand. En als je dan een keer met ze in dialoog gaat, dan is dat met de nodige terughoudendheid, de handrem erop en soms ook een klein beetje een gezicht van ik zit hier niet zo op te wachten. Dan heb je natuurlijk te maken met een top die wel wat opener kan zijn om dit soort situaties in imago te voorkomen. Ik heb het idee dat jij geen PSV-supporter bent. Ja, dat hoeft ze ook niet per se. Nee, nou vind ik wel. Als Eindhoven Dagblad vind ik wel. Ja. Moet een kritische geest gewoon de club kunnen volgen? Kritiek hoort erbij. Normaal wat slecht is slecht. En als we niet goed spelen, moet gezegd worden. Maar dat kan je ook op verschillende manieren brengen. De pers is natuurlijk eigenlijk gewoon de vertegenwoordiger van het volk. En op het moment dat je daar niet op een goede manier mee omgaat. Als je nou zo bij de hand bent, dan moet je dat op het einde van het jaar zeggen. Dan toont dat ook een stukje minachting naar het publiek. Want je bent eigenlijk via die microfoon, via die camera of via die krant met jouw achterban aan het communiceren. En dat verdient respect in alle opzichten.